De heer Azarkan. Ja, dank voorzitter. Ik zit een beetje in dubio, omdat de heer Knot is natuurlijk als lid van het ECB-bestuur verantwoordelijk voor datgene wat besloten is. En ik vind het ook wel opvallend dat hij eigenlijk heel snel nadat dat besluit genomen was, eigenlijk naar buiten kwam en vervolgens zich daarvan distancieert. Hij zegt, en dat zegt hij hier vandaag ook, ik vind het een veel te impactvolle maatregel die niet overeenkomt met de huidige situatie. En ik heb daar een beetje moeite mee in die zin dat ik, je zou bijna zeggen, dat is ook wat onfatsoenlijk. He, als groep mensen neem je een besluit, namelijk je gaat het opkoopprogramma weer activeren, 20 miljard per maand. Dat is voor de Nederlandse situatie is dat echt desastreus voor de pensioenen, voor de woningmarkt, voor de spaarders. En dus je loopt naar buiten en je zegt, we hebben dat net op het hakblok gelegd. Maar ik vond het eigenlijk geen goed idee. En ik weet niet zo goed wat de heer Klaas Knot daar nou mee wil zeggen. Want we hebben de vorige keer gezien hier bij het bezoek van de heer Draghi. We gaan er niet over. De ECB heeft een apart mandaat. We kunnen er lang over praten. Maar het enige waar we over kunnen praten is, en wat betekent dat dan voor de Nederlandse situatie? Dus mijn vraag aan de heer Knot is, wat moeten wij nu ten aanzien van die pensioenen? Wat moeten wij ten aanzien van mensen die straks geen spaargeld, geen rente krijgen op hun spaargeld? En ook ten aanzien van die woningmarkt. Dat wordt ook een enorm groot probleem. Adviseer ons. De heer Knot. Kijk, laat ik allereerst het punt adresseren over het besluit. Ik denk dat communicatie over een besluit altijd een uitvloeisel is van de wijze waarop een besluit tot stand komt. En een besluit is een echt groepsbesluit op het moment dat het een consensusbesluit is. En dan ben ik het met u eens, heb je je discussies intern. En vervolgens draai je allemaal om en dan verdedig je het compromis. En ook de dingen uit het compromis die je misschien wat minder welgevallig zijn. Maar dit was geen consensusbesluitvorming. De norm, en het is ook door een Bruegel-studie in Brussel, dat is een Brusselse denktank, is dat ook objectief vastgesteld. De norm is langzamerhand verplaatst in de richting van besluitvorming bij meerderheid. Ja, en dan speelt natuurlijk transparantie over de meningsverschillen en dat ook het minderheidsgeluid gehoord wordt, speelt daarbij gewoon een belangrijke rol. En ik heb gewoon volstrekt transparant willen zijn over mijn positie. Dat werd ook volstrekt logisch gevonden door de collega's overigens, want we hebben aan het eind van de vergadering dus ook stilgestaan bij communicatie. En daar heb ik toen ook aangekondigd dat ik met een toelichting zou komen op mijn besluit, mijn positie. Mijn positie, die overigens volstrekt gebaseerd was op Europese overwegingen gerelateerd aan groei, inflatie en de inzet van welke instrumenten ik op dat moment gepast vond. Proportioneel en effectief. Gepast, proportioneel en effectief. Ten aanzien van de situatie zoals die zich op dat moment voordeed en aan ons ook gepresenteerd werd. In die overweging speelde dus niet mee de consequenties voor de Nederlandse pensioenen, althans niet verder dan dat dat een impact zou kunnen hebben op de Nederlandse economie, wat een impact zou kunnen hebben op 5,8% van de eurozone. Maar niet verder dan dat. Het is een besluit. Ik zit daar met een Europees mandaat, dus ook ik voer daar mijn taak uit met in achtneming van de Europese ontwikkelingen zoals ik ze daar zie. Wat moeten we nu in Nederland ten aanzien van deze pensioenen? Ik denk dat we geen andere keus hebben dan te accepteren, of we het nou leuk vinden of niet, maar dat die lage en zelfs negatieve rente nog een zeer aanzienlijke periode met ons zal zijn. En dat wij dus ons pensioenstelsel zullen moeten inrichten om daarmee om te kunnen gaan. En daar zijn we laat mee. Daar zijn we laat mee. Dat hadden we natuurlijk 10 jaar geleden moeten doen. En dat hebben we niet gedaan. En dus zitten we op dit moment in een transitie naar een nieuw stelsel waar opnieuw de kortingsproblematiek een hypotheek legt op de overgang naar dat nieuwe stelsel. Maar we zullen er niet aan ontkomen om toch ons stelsel opnieuw te gaan inrichten om met deze situatie te kunnen omgaan.